Oeh. Is het al begonnen? Oké. Okay. Komen jullie meekijken naar wat de 5 auto's zijn die je moet gezien hebben als autofan? We zijn weg. Ze zei 10 jaar geleden tegen vrouw dat hij naar het salon kwam om naar IKEA te zien, had ze alle reden om de echtscheiding aan te vragen. Tijden veranderen echter, serieus. Kia heeft zowaar een heuse dreamcar op haar stand staan. Deze Stinger. De Stinger is een lekkere 4-deurs coupé. Eigenlijk een 5-deurs, want de klep van achter gaat mee open, die er dus niet alleen knap uitziet, maar ook werd afgesteld door Albert Bierman. En Albert Bierman is een man die jarenlang verantwoordelijk was voor de lekkerste BMW M-modellen. Om maar te zeggen dat deze Stinger rijdt zoals moderne BMW's zouden moeten rijden. En oh ja, Rafael Nadal heeft er eentje. Dus je moet ook niet schamen aan de tennisclub als je komt aangereden met de Kia. En we zijn nog niet helemaal klaar met de Koreanen. Want naast de Kia Stinger is er ook nog deze Hyundai i30N. Unaniem de hot hatch van 2017 en waarschijnlijk ook al 2018. De Hyundai i30N is dan ook een heuse Golf GTI-killer. Met dank aan Albert Bierman. Want de man heeft zich niet enkel bezig gehouden met de Kia Stinger, maar ook met dit model. Om maar te zeggen dat een Beieren er een druk jaar op heeft zitten. De i30N met performance pak, en neem die maar, heeft 275 pk onder de kap, een elektronisch gestuurde sper tussen de voorwielen en een uitlaat waarmee je de buren kan aanbeteren. En ah ja, dan is er ook nog de prijs. Met alle salondeals betaal je €32.000 voor de i30N Performance. Dat zijn prijzen waarbij bij de Golf GTI meestal pas begint. En dan nu misschien wel de meest belangrijke auto van heel het autosalon. Want de Volvo XC40 heeft alles in zich om mensen en massa te laten vallen. Zo is het een SUV. En SUV's verkopen nu eenmaal als zoete gehaktbroodjes. Daarnaast heeft hij de nieuwe styling van Volvo, die er best wel agressief en lekker uitziet. En heeft hij een fraai interieur, waardoor hij kan concurreren met de rest. Ook nog eens een laag prijskaartje? Niet helemaal. De versie die hier staat, in dit raar kleurtje, kost €50.900. Nu, er ontbreken op dit moment gewoon nog instapversies. Dus op termijn komt dat wel in orde. Volvo probeert er wat goed te praten door de chauvinistische kaart te trekken. Want jawel, deze XC40 wordt gebouwd in Gent. Waardoor we dus als Belg best fier mogen zijn op deze creatie. Ook al is het eigenlijk een Zweed die door Chinees geld betaald is en getekend is door een Duitser. Maar dat weet je niet van mij. En nu terug naar snelle bakjes. Want de Hyundai i30N heeft ons goedschien aan meer gegeven. Een eervolle vermelding geven we aan de Volkswagen Polo GTI. Stiekem kijken we iets meer uit naar deze Swift Sport. Swift Sport staat namelijk al jarenlang synoniem voor heerlijke gooi-, smijt- en scheurijzers. Een pretraket voor een sensibel prijskaartje. Het is dan ook niet toevallig dat aan de Nürburgring al die autovervoerbedrijven Swift Sportjes hebben staan. Toch heeft de nieuwe generatie enkele belangrijke nieuwigheden. Zo verliest hij 80 kilo, waardoor het totaal op 970 kilogram komt te liggen. En heeft Swift Sport voor het eerst een turbo onder de kap. Die turbo hangt vast aan een 1,4 liter grote benzine en zorgt voor 140 pk en 230 Nm koppel. Vooral het koppel stijgt tegenover de vorige generatie en dat moet zorgen voor de spreekwoordelijke schop onder de kont. Ten slotte nog een heuse wereldpremière op het autosalon van Brussel. De Citroën C4 Cactus Facelift. Yves, een auto die... Wat? Die doen we niet. We gaan hem niet doen. Niet echt voor autofans. Maar ik heb de reden, hè. Nee? Oké, als je geen wereldnieuws wilt. Oké. Iets anders, Frans, dan. Wat denk je van deze Renault Megane RS? Inderdaad, hier kan ik ook mee leven. Alleen wordt de heet hoofd een tikje volwassen, want weg zijn de coupé-allures. Voortaan is het altijd een kinderzitvriendelijke 5-deurs. Dat dat nu mooier is dan de vorige generatie, dat laten we aan jullie over. Wij verleggen ons alvast liever op de specs, want voortaan deelt de Megane RS zijn motor met de Alpine sportwagen. Al klinkt dat eigenlijk spannender dan het is, want het blok is 1,8 liter groot en telt maar 4 cilinders. Anderzijds, 280 pk en 390 Nm moet meer dan genoeg zijn voor deze Megane RS. Het optionele cube-chassis en de vierwielsturing, waarbij de wielen achteraan een tikkeltje meesturen, moeten ervoor zorgen dat je die extra set deuren niet echt voelt. Een nadeel dan? Wel, de centrale uitlaat achteraan zorgt ervoor dat je geen trekker kan hangen. Dat zou mijn grootvader een nadeel vinden. Zo, dit waren onze 5 auto's van het Autosalon van Brussel 2018. Hebben we er een gemist? Komen jullie specifiek voor een bepaalde auto? Laat het dan zeker weten in de comments. En, oh ja, vergeet ook zeker die autofans te liken, te subscriben en al die YouTuber-reuten met uit. En heren,
Kan je naar mijn video van mijn kak... Wat? Te veel cactus? Nee? Gaan we er niet naar kijken? Oké. Okay.